gewoon meer vrouwen in de voetbaljournalistiek is hartstikke goede ontwikkeling. Ja, degenen die daar tegen zijn, ja, die staan er niet met een open mind in en die zijn een klein beetje bang voor hun eigen posities. En je moet altijd uitgaan van openheid en duidelijk willen communiceren, transparant willen zijn en je werk moeten doen. En kijk, als je je wil handhaven in deze wereld, moet je je werk goed doen, moet je overal bij zijn, moet je alles bijhouden en moet je goede ogen hebben en ook een goede onderbuik. En, als dat allemaal goed samenvalt, dan kun je van deze nieuwe mensen kun je ook weer leren. En zij kunnen van onze old-timers, zeg maar, kunnen ze ook wat leren.